Als jij terugdenkt aan vroeger en je denkt terug aan jezelf als kind, is er dan een volwassene, iemand die je kunt herinneren, die echt betekenis voor je had en nog steeds heeft? Iemand die echt een verschil heeft gemaakt in je leven? Hartelijk welkom bij deze nieuwe tijd met Felix. In deze aflevering wil ik stilstaan bij een onzichtbaar probleem, een onzichtbare ontwikkeling die we zien bij kinderen die in hun jonge jaren verwaarlozing hebben meegemaakt. En die verwaarlozing, die kun je op twee manieren bekijken. Er is de verwaarlozing van de sociale kant, de emotionele verwaarlozing. Dat er een koude, afstandelijke, niet beschikbare ouder is die emotioneel zich heeft afgesloten. Of je kunt ook verwaarlozing zien, en dan noemen we dat meer traumatische verwaarlozing, dat de leefomstandigheden, de basisbehoeften die je hebt, die je nodig hebt als kind, dat die er niet zijn. Dat je niet weet of je de volgende dag nog te eten hebt, of een dak boven je hoofd, of schone kleren, of dat er sowieso een volwassene voor je is waar je op terug kunt vallen. En dat is een duidelijk verschil in verwaarlozing. Het een heeft te maken met je emotionele behoeften en het andere met je basisbehoeften. En in deze aflevering wil ik stilstaan bij drie belangrijke zaken die je ziet als je te maken hebt als kind met emotionele verwaarlozing. En wat je vaak ziet, en dat is iets dat zo onzichtbaar is, is dat in plaats van dat die kinderen heel angstig kunnen zijn, zijn het kinderen die juist heel teruggetrokken kunnen zijn. En wat we zien bij die emotionele verwaarlozing van kinderen, is dat het een impact heeft op de neurobiologische ontwikkeling op een aantal manieren. Allereerst de cognitieve ontwikkeling. En dat zie je concreet in dat als je als volwassene te maken hebt gehad met emotionele verwaarlozing als kind, dat je dan het moeilijker vindt om structuur aan te geven, om te plannen, om vooruit te denken. En het tweede is dat je in een teruggetrokken staat van zijn kunt leven. Kijk, als je als kind emotioneel verwaarloosd wordt, dus je krijgt niet de emotionele liefde die je nodig hebt en de emotionele aandacht, dan gaat het autonome zenuwsysteem, in plaats van in die vecht-vlucht-modus, ga je juist in de immobilisatie, de freeze-stand. En je krijgt een, wat we noemen in het Engels, shutdown. Dus je systeem schakelt zich uit. En als ik het heb over je systeem schakelt zich uit, dan heb ik het over je autonome zenuwsysteem, die erop gericht is om jou een veilig gevoel te geven in de afstemming op een volwassene. En op het moment dat die volwassene niet beschikbaar is, gaat je systeem dus zich uitschakelen. En wat je dan terugziet in de neurobiologische ontwikkeling, is dat de cognitieve ontwikkeling achterblijft en je niet leert om structuur aan te brengen en te plannen. En dat je ook niet in staat bent om zo goed bij jezelf te voelen wat je voelt. Of om naar buiten toe goed in te kunnen schatten welke signalen je ontvangt. Op het moment dat je in zo'n bevriesstand terechtkomt, zou je dat kunnen vergelijken met dat je als een soort van robot rondloopt, waarbij je je gevoel hebt uitgeschakeld, omdat je gevoelsleven werd verwaarloosd. En dus leek het verstandig om dat systeem uit te schakelen, zodat je er geen last meer van had. En dat brengt me bij het tweede aspect dat belangrijk is om te benoemen. En dat is dat je op lange termijn zie je dat mensen die emotioneel verwaarloosd zijn, zichzelf gaan verwaarlozen. Zichzelf niet meer de moeite waard gaan vinden. En dat ze zichzelf veroordelen. Alsof ze denken van, er zal er iets mis zijn met mij. En dus trek ik me terug uit de wereld. En wat je ook ziet op lange termijn, is dat mensen minder goed voor zichzelf gaan zorgen. En minder goed op kunnen komen voor hun eigen behoeften. En voor hun eigen gevoelsleven. En wat belangrijk is om te beseffen, is dat het vaak onzichtbaar is. Als je als volwassene het moeilijk vindt om verbinding te leggen met andere mensen. Als je de idee hebt dat jij wat teruggetrokken leeft van de wereld. Of dat je de gedachte hebt dat er iets mis is met jou. En dat je er niet bij hoort.
dan is het verstandig om eens stil te staan bij hoeveel aandacht was er eigenlijk voor jouw emotionele behoeften toen je een kind was. Was er toen een zorgzame, liefhebbende verzorger voor je die echt aandacht had voor jouw emotionele behoeften? Iemand waar je je op kon afstemmen, waar je veilig bij voelde. Want als je eenmaal in die shutdown terechtkomt en je autonome zenuwsysteem schakelt jouw sociale betrokkenheidssysteem, waarmee je naar buiten toe verbinding legt, uit en je komt in een wat we noemen een parasympathische hypo-arousal terecht. En dat betekent dat je systeem dus niet meer inspanning doet om nog maar verbinding te leggen met de buitenwereld. Wat je dan terugziet is dat je plezier kwijtraakt en vitaliteit. Dat je de gedachte kunt hebben, het leven heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. En ik ben niet de moeite waard. En je kunt je dan voorstellen dat depressie op de loer ligt. Omdat depressie immers niets anders is dan een beschermdeel. Dat je dan vertelt van als je gewoon niets meer voelt, dus het onderdrukken van je gevoelens, dan ben je beschermd. Op het moment dat je geen verdriet en boosheid of angst meer toestaat, kun je ook niet meer blijdschap en vitaliteit voelen. En dan loop je inderdaad zo rond alsof je een robot bent die nog niet heeft leren voelen. En het is belangrijk om te beseffen dat als je daarmee wil werken, als jij je herkent in dit verhaal en je zoekt iemand die jou kan helpen om uit dat isolement te komen, die emotionele geïsoleerdheid die je zo kunt voelen, dat je dan iemand nodig hebt die als eerste niet te snel gaat, die aandacht heeft voor jou en wat jij nodig hebt in die situatie, zodat je je daarop kunt afstemmen. Zodat je in je eigen tempo kunt gaan ontdekken wat je eigenlijk bij jezelf voelt, hoe je jezelf ziet. En alleen al het oogcontact met een ander mens kan, als je in een geïsoleerde situatie bent opgegroeid waarbij je verzorgers afstandelijk waren en emotioneel niet beschikbaar, dan kan alleen al een oogcontact, een blik gericht op jou, kan al iets triggeren in jezelf, alsof je jonge zelf zich ongemakkelijk gaat voelen. Omdat je immers als overleving je bent gaan terugtrekken. En dan voelt het dus ook heel ongewoon als iemand je zo aankijkt. Als iemand je zou vertellen van, hé, je bent de moeite waard. Die woorden, je bent de moeite waard, die kunnen pas binnenkomen op het moment dat je ze zelf kunt ontvangen. En daarom is het dus ook zo belangrijk dat je iemand vindt, als je daarmee wil werken, dat je een professional inschakelt die in jouw tempo, stap voor stap, met jou kan ontdekken wat je jongen zelf heeft ervaren toen, waarbij er iemand niet beschikbaar was, emotioneel niet beschikbaar was, en dat je je de vraag kunt stellen, wat had mijn jongen zelf toen nodig? Welke emotionele verbinding had ik toen nodig? En dat je dat proces kunt gaan starten. En dan praten we ook wel over het innerlijke kind, dat je dus je kunt voorstellen dat jij als volwassene de relatie legt met je innerlijke kind, die nog rond kan lopen met die ervaringen uit het verleden, waarin die niet gezien werd en zich terug is gaan trekken, en dat je die, dat innerlijke kind, langzaam weer een veilig thuis bij jezelf geeft. En als je daarover door wil praten, ben je van harte welkom. Je kunt eenvoudig een gratis consult plannen. In ieder geval dank ik je hartelijk voor het kijken. Laat me weten wat je van deze video vindt. Laat me een reactie achter. En natuurlijk kun je ook abonneren op dit kanaal. Dankjewel en tot de volgende Tijd met Felix. Dag!